Deze fabrieksschoorsteen, nu een monument, was eens de trots van Barendrecht. Hij stond voor werkgelegenheid en was een belangrijk oriëntatiepunt voor de wijde omgeving. Want hier, op dit prachtig gelegen moderne bedrijfsterrein, beleefde een oud familiebedrijf ooit haar gloriejaren. Een kind kan de was doen. Deze oude en nog steeds bekende slogan werd ooit populair gemaakt door de wasmachinefabriek Velo. In 1898 richtte 25-jarige Johan Maurits Bos uit Rotterdam samen met de heer A. van der Laan uit Amerika een in- en exportbedrijf op. Een van de vele importproducten was een eenvoudige, patentloze houten wasmachine. Dat bracht hun op het idee om die zelf te gaan maken. De productie hiervan start in een oude boerenschuur in Overschie. En dat bleek een succes. Ze werden prompt verkocht aan winkels in Nederland en België. In 1905 kon in Schiedam een fabriekje van rijwielonderdelen worden gekocht, waardoor de machines nu in een echte fabriek gemaakt konden worden. Een jaar later zijn dit machines naar eigen ontwerp. Omdat veel huishoudens nog niet over elektriciteit beschikten, werden de wasmachines met een slinger aangedreven. In de reclame gebruikt men daarom de slogan: een kind kan de was doen. Het bedrijf groeit snel. Er zijn nu al 22 eigen filialen. Met de oprichting van de Velo Wasmachinemaatschappij NV wordt de verkoop gescheiden van de productie. De 100ste winkel is inmiddels geopend en de eerste elektrische aangedreven machine wordt in het verkoopprogramma opgenomen. Via het eigen haventje, met toen nog een open verbinding naar de rivier de Oude Maas, kon het zware tiekhout voor de Kuipen efficiënt aangevoerd worden. Met deze paard en wagens gingen de producten naar het station van Barendrecht en de in de regio gelegen winkels. De ligging van de fabriek aan de Oude Maas bij de Barendrechtse brug was gunstig voor de aan- en afvoer van materiaal en gereed product. Trotse en idyllische plaatjes van een groeiende fabriek. En Jenny, het dochtertje van Fop Batenburg uit de fabriek, speelt onbekommerd. Maar er zijn rampen op komst. De houtkrullen in de brandstofloods bij het ketelhuis ontbranden en worden door de afzuiginstallatie extra aangewakkerd. De exhauster weet men snel stil te leggen, maar de opslagloods van 48 bij 11 meter wordt volledig verwoest. Bij de landing van de Duitse troepen in mei 1940 maken de Duitsers van de Velofabriek een steunpunt om zo de ernaast gelegen Barendrechtse brug te beheersen.
Door Nederlands artillerievuur vanuit de Hoekse Waard wordt de fabriek in brand geschoten. De helft van de fabriek wordt verwoest en de gehele voorraad gaat daarbij verloren. Het bedrijf floreert weer. De productie van wasmachines loopt op tot bij 50.000 per jaar. En in die sfeer wordt het 50-jarig bestaan gevierd met de circa 250 personeelsleden.